Goedemorgen mensen, ik ben Stef Egberts en ik neem jullie vandaag weer gezellig een dagje mee. Ik moet vandaag werken, dus voor een korte vlog denk ik. Op mijn werk is niet zo heel interessant, we zijn in Erkensplaats. Het is slecht weer, dus ik denk dat ik vandaag heel veel regen krijg. Daar hebben we geen zin aan, maar toen maar. Kan niet anders, want ik moet natuurlijk binnen en buiten bezig. Ik ben er bijna, dus ja, gaan we eens even kijken wat de dag ons gaat brengen. Ik had jullie al verteld dat het slecht weer was. Nou, dat was het. En niet een beetje, nee, verschrikkelijk. Maar het hangt, het werkt, het doet het. Dus ik ben daar klaar. Nu gauw weer naar Zwolle rijden. Ik heb gehoord dat de kleine meid een nieuw bedje binnen heeft gekregen, dus ik zal wel weer de lul zijn om dat ding in elkaar te moeten zetten, maar we gaan het meemaken. Eerst naar Zwolle. Ja, en wat denk je niet? Kom ik thuis? Ik heb jullie verteld over het kinderbedje, hè? Juist. Maar we zitten in elkaar. Kost niks, maar het is ook niks. Man. Die IKEA is nog beter. Nou, ze mag bij de bed kijken. Doe maar, ga kijken. Wauw, die is mooi. Wat een groot bed heb jij. Aan de spullen moeten in. Ja, dat gaan we zo wel doen, schat. Ben je er blij mee, Kiki? Ja. Ja? High five. Kan je dit verschuiven? Is er even iemand blij. De auto aan! En als het regent, wat is je dochter dan aan het doen? Kiki? Ja? Wat ben je aan het doen? Nou, laat zien dan. Ja? Kom dan. Mama. Ga naar papa. Nog even. Nee. Gauw hebben mijn dochter onder de douche gedaan en in bed gelegd. In een nieuw bed. Je raadt het al, telkens uit bed lopen. Dus daar heeft de vrouw nu een beste hand aan. Ik ben gauw nog even naar een klant te rijden, want ik ben mijn spullen vergeten daar. Het is even slecht weer, niet normaal. Ik heb net gebeld door mijn ouders, lekkage, dus ga ik straks ook nog maar eventjes heen even kijken, sensatie, zo leuk. Gaat hij deze straat in, dan zie je hem keihard wegrijden. Dat was het even. Dat is Stef. Dat was Stef. Dat is Stef. Nou, de lekkage viel op zich nog wel mee. Het is niet tof natuurlijk. Maar ja, even een dakdekker erbij laten komen. Dus ze zullen ze morgen wel moeten regelen. Ik ga weer gauw naar de vrouw. Want die zit alweer de hele avond alleen thuis. Want ik ben eigenlijk altijd wel op pad. Dus laat ik maar een keer netjes naar huis gaan. Het is al wel 9 uur. Dus gauw naar huis. Ik werd net nog even herinnerd door een appje van iemand. Die vroeg mij van wanneer komt de film uit in de bioscoop waar je in speelt. Heb ik nog niet eens vermeld. Mijn auto die komt in de film van Film Game On. Die komt als het goed is 7 februari in de bioscoop. En ik denk dat ik nog wel even een keer wat beelden in de vlog gooi. Dan kunnen jullie dat ook nog even bekijken. Ik kan straks hierna nog wel even een klein filmpje erin gooien. Dan kunnen jullie in ieder geval wat zien. En dan gaan wij binnenkort, moet ik volgens mij nog een keer een dagje opnames doen. Volgens mij op het circuit in Venray. Dus, maar daar wordt nog vervolgd. Ik heb jullie wat beelden laten zien van Game On. Ik kan niet te veel laten zien, denk ik. Ik weet niet of dat allemaal mag. Ik ga lekker naar bed toe. Morgen weer op tijd het bed uit. Moeten we weer aan het werk. Ik zeg, willen jullie nog meer zien? Like, abonneer. Tot de volgende keer.